Mijn naam is Henri Lentvrink, ik ben burgemeester van Leiden. Leiden is een mooie historische stad, bekend om zijn vele monumenten, zijn mooie musea. En om daar van te genieten bestaat er een hele mooie rondwandeling door de stad, de Leidse Loper. Maar Leiden is ook bekend om zijn kennis. De universiteit, de hogeschool, de andere kennisinstituten. En een icoon van Leiden als kennisstad is ons Bioscience Park aan de achterkant van het station, waar vele bedrijven staan waar medicijnen ontwikkeld worden. Er zijn veel mensen die graag eens wat meer willen weten van wat daar gebeurt. En daarvoor is nu de Rode Loper ontwikkeld. Een rondwandeling door het gebied waarmee u de gelegenheid krijgt om erachter te komen wat er achter de voordeur van al die gebouwen gebeurt. Ik wens u heel veel kijkplezier en veel nieuwe kennis. Dank u wel. The Leiden Bioscience Park has been established on April 4, 1984. The Academic Company Center was the first organization that set foot on the ground in the park. The park grew from a cluster of three companies 1 year later, to a total of 90 life science companies in 2014. The Leiden University Medical Center, the Leiden University, the Leidse Instrumentmakerschool, the ROC, the Leiden Graduate School, and the two museums Naturalis and Corpus in 2014. The Leiden Bioscience Park is dedicated to biotechnology. Biotechnology is about using particles of organisms for the development and production of new products and technology. The total matter of biotechnology could be classified in three different colors: red, white, and green. The Leiden Bioscience Park consists of bioscience companies with a strong focus on the red class, healthcare. This comes down to the production of drugs and vaccines, as well as research to new diseases. Ik ben Harry Floren, voorzitter van de ondernemersvereniging Bioscience Park. Met de Leidse Rode Loper laten wij u de belangrijkste stappen van de ontwikkeling van medicijnen door bedrijven en instellingen op Leiden Bioscience Park zien. Van fundamenteel onderzoek naar nieuwe medicijnen door de Universiteit Leiden en het LUMC tot en met de uiteindelijke productontwikkeling. Met de plattegrond of de app op uw smartphone kunt u ook een wandeling maken langs de bedrijven die aan de verschillende stappen van de Leidse Rode Loper werken. Ik wens u eveneens heel veel kijkplezier.